deze het doet. Nou, probeer dan maar. Ja, oké, goed, kindje. Ik zal het proberen. Daar gaat-ie. Zie je wel? Hij doet het. Jawel, maar nou heb ik toch weer een afgebrand zwavelstokje. Daar heb ik toch helemaal niks aan. Je denkt toch niet dat ik mijn goede geld uitgeef aan afgebrande zwavelstokjes? Ja, met een afgebrand zwavelstokje krijg ik het vuur niet aan. Nee, ik wil een nieuwe, maar wel eentje die het doet. Ja. Ik heb een idee. Kijk, we nemen een nieuw zwavelstokje. Hier. En dan ga jij naar binnen en dan steek jij met dit zwavelstokje het vuur aan. En als het zwavelstokje het niet doet, dan hoef jij niks te betalen. En als het zwavelstokje het wel doet, dan geef je mij een cent. Goed, oké. Nee, dat is een hele goede afspraak. Nou, kom dan vanavond, als het donker wordt, maar terug. Vanavond? Ja, je denkt toch niet dat ik nu al de haard ga aansteken? He, dan is al mijn hout opgebrand voordat het kerstavond is. Ja, maar je moet er ook steeds nieuw hout op leggen. Kijk, dan blijft het branden. Denk jij dat het brandhout mij op de rug groeit? He, dat ik hier de hele dag maar een beetje kan gaan zitten vuurtje stoken? Oh. Ben je helemaal betoeterd? Maak dat je wegkomt. Wegwezen. Oh. Eruit. Oh. Vanavond kun je terugkomen. Nou. Zo. Luisteraars, dan weer nu verder met het verhaal. En daar stond ons meisje weer. Hè? Enkele zwavelstokjes armer, maar nog geen cent rijker. Ze liep en liep op haar blote koude voetjes en in haar dunne witte nachthemdje met bijpassend mutsje alle straten door. Maar ze verkocht geen één zwavelstokje. Het arme meisje kon niet meer. Ze had de hele dag al gelopen. En nu wankelde ze naar het dichtstbijzijnde huis, waar ze, gezeten tegen de buitenmuur, beschutting zocht
tegen de snijdende wind. Ze trok de dunne omslagdoek dicht om zich heen. Zo zat ze daar, bevend en rillend ineengedoken, een klein hoopje ellende. Zo klein dat een stoere matroos die met ferme passen de hoek omkwam, haar helemaal niet zag en pardoes over haar heen viel. Oh, wat verdikken me, wat is dat nou? Au. Een kindje? Wat doe jij hier zo te zitten? Wie ben jij? Ik ben een weeskind dat zwavelstokjes moet verkopen. En wie ben jij? Oh, ik ben matroos Kees. Matroos Kees? Mijn zwavelstokjes zijn in de sneeuw gevallen en nu zijn ze nat geworden. En nou doet ze het niet meer en nu zou helemaal niemand ze weer willen kopen. Nou, 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 nou. Nou, stil maar. We zullen ze wel drogen. Waar dan? Nou, moet je luisteren. Ik ben op weg naar huis, maar mijn moeder, die woont daar achter de kerk, hè? Nou, die zal het vast niet erg vinden als jij even met mij meekomt. Dan drogen we jouw zwavelstokjes daar bij de kachel. Mag dat? Nou ja hoor, dat vindt ze vast wel goed. Zeg, jij hebt je pyjama nog aan. Is dat niet veel te koud? Met blote benen in je kleine rode klompjes. Dat zijn geen klompjes. Dat zijn mijn voeten. Ach, kindje. Ze lijken wel bevroren. Zo kun je toch niet door de sneeuw lopen. Heb jij geen schoenen? Nee, twee mannen hebben mijn sloffen meegenomen om aan de arme mensen te geven. Huh? En ze laten jou achter met blote voetjes? Ja. Hier, klim maar op mijn rug, dan zal ik je wel dragen. Kom maar, kom maar. Ja. En, oh, niet in mijn... Ja, goed. Zit je goed? Ja. Zo. Oh, nou mijn plunjezak nog even. Zo, let je ook. Zo. Zeg, Kees. Ja? Ben jij op reis geweest? Ja, ik ben toch matroos, hè? Oh ja. Ja, ik ben vele jaren op zee geweest en nou ben ik weer thuis. Ik ga naar mijn moeder. Ik heb haar al die jaren niet gezien, nooit niet. En ik ben zo benieuwd, hè. Hoe zou het nou met haar gaan? Zal ze nu thuis in de bijkeuken staan? En weet je moeder dat je weer thuis komt? Nee, dat is een verrassing. Nou, dat zijn twee verrassings. Oh, hè? Hoezo? Nou, ze weet toch niet dat ik meekom? Oh, dat, nee, dat is waar. Ja. Zo, we zijn er bijna. Ze woont in een heel klein huisje hier om de hoek van de kerk. Huh? Wat is dat nou? Hier is alleen een houten schutting. Maar waar is dan dat huisje van mijn moeder? Er hangt een bord aan de schutting met letters erop. Misschien is het wel een boodschap van je moeder om te zeggen waar ze zit. Nee, het is geen bericht van mijn moeder. Wat staat er dan wel? Er staat, hier wordt het nieuwe hoofdkantoor gerealiseerd... van de Stadsbank van Lening. Punt. Gereed, dubbele punt. Voorjaar 1888. Ze hebben ons huis afgebroken. Ja, maar waar is je moeder dan gebleven? Dat weet ik niet. Ik ben toch jaren weg geweest. Ik wist niet dat ons huis... Wat verschrikkelijk. Ja, zeker, want waar moet ik nu mijn zwavelstokjes drogen? Ik moet mijn moeder zien te vinden. Misschien is er wel iets ergs met haar gebeurd. Wat dan? Nou, eerst moeten we iets voor jou verzinnen. Waar woon je? In het weeshuis van de kale zusters van het tochtig raam. Maar daar kan ik nu niet heen. Waarom niet? Omdat ik nog geen zwavelstokjes heb verkocht en dan worden de zusters heel boos op mij. Ja, nou, dan moet je voorlopig toch maar even bij mij blijven. Nou, dan kom, dan gaan we nu eerst mijn moeder zoeken. Ja, maar waar gaan we je moeder zoeken? Ik weet wat. We gaan naar de krant. De krant? Werkt ze dan bij de krant, jouw nee, moeder? Nee, dat werkt ze niet. Maar bij de krant weten ze misschien wat er gebeurd is. Oh, ja. Ja, snap je het? En dus gingen de matroos en het meisje op pad naar de krant. Het plaatselijke nieuwsblad was gevestigd in een klein, nogal bouwvallig pand... De drukkerij zat in de kelder, de redactie zetelde op zolder... en de kleine ruimte daartussen diende als archief... en tevens als woonkamer voor de eigenaar...
Het pand was vroeger een slijterij geweest en daarvoor een bakkerszaak en daarvoor een geiren- en bandwinkeltje en daarvoor een wasserij en daarvoor nog tientallen andere zaken, maar de directie was steeds in handen gebleven van dezelfde man en het was deze bijzonder vriendelijke persoon, Henny Mastendont, die hen te woord stond. Achter de kerk, zegt u? Ja, daar stond ons huis en nou is het weg en nu wordt er een bank gebouwd. Ja, en zijn mama is weggeraakt. Juist, ja. Ja, ik herinner mij dat ik daar iets over heb geschreven. Oh. Ik zoek even. Ja, het zit ergens in het archief. Oh. Ja, ja, al het oude nieuws bewaren we hier in deze kasten, hè? Oh. Ja, ja, maar het wordt steeds meer. Ja, misschien dat mijn nieuwe assistente weet waar het is. Juffrouw Bertha? Juffrouw Bertha? Ja! Oh! Och, hemeltje, daar valt ze me toch naar van de trap, hè? Ze ligt er helemaal verkreukeld bij. Ja, wie? Ze zit er ook niet uit. Nou, wacht eens even, hier heb ik het. Juffrouw Bertha, ik heb het al gevonden, hoor. Laat maar. Oh. Kijk, zeg je, hier is het. Huisjes gesloopt voor nieuwbouwbank. Kijk, kijk, dat moet het zijn, ja. Lees dan eens voor. Nou, van onze verslaggever. Een stuk of wat huisjes die achter de kerk stonden, zijn gesloopt. Op deze plek zal het nieuwe kantoor komen van de Stadsbank. Ja, dat weet de ik. De bankdirecteur, mijn broer Ernst Mastendont, zegt dat het heel mooi gaat worden en dat het in het voorjaar klaar is. Klaar is. Ja. Ja. En verder? Wat staat er nog meer? Waar is zijn mama gebleven, bijvoorbeeld? Ja, dit is alles. Staat er verder niks? Nou, het was waarschijnlijk nog ander nieuws die dag. Daarom is het artikel niet zo lang geworden. Ja, nou weten we nog niks. Kom maar, kindje, dan gaan we weer. Ja. Oh, zeg, misschien interesse in een proefabonnement? Wij hebben een leuke kerstaanbieding. Nee, bedankt. Tot ziens. Ja. Staan we weer op straat? Ja, ik sta, jij zit. Wat gaan we doen? Kom, we gaan naar de herberg. De herberg? Ja, we kunnen toch niet op straat blijven? Maar dat kost geld. Ach, ik heb toch geld verdiend als matroos. Oh? Verdien je veel geld als je matroos bent? En denk je dat ik ook matroos kan worden? En mijn broertje bijvoorbeeld, kan die ook matroos worden? Je broertje? En zo togen het meisje en de matroos naar de herberg. Het was de enige herberg in dit kleine stadje. En hij werd geleid door twee zingende broers, de broers Boordevol. Nu, met kerst, was het er een drukte van belang. Jongen, kindje. Zo wat is het hier vol. Ja, maar wel lekker warm. Zeg, moet je die kerstboom zien? Hij knippert. Nou, als ze nou nog maar een kamer hebben. Kijk, daar komt een herberg hier. Hey, daar komt er nog een. Nou, ik hoop wel dat er nog plek is. Kees, laat mij maar even. Ik heb eerder met zo'n bijltjes gehakt. Goedenavond, jonge dame. Wat mogen wij voor u betekenen? Bent u de herbergiers? Of wij de herbergiers zijn? Wij zijn de broertjes Boordevol. We runnen hier de tent. We hebben zo'n drie sterren, ja, de stad onbekend. Mijn broer die is de waard en ik ben de herbergier. Mijn broer zorgt voor het eten en ik zorg voor het bier. Mijn broer is dus de herbergier en ik ben dus de waard. Mijn broer die schudt de bedden en ik stook de open haard. Wij zijn twee dikke broeren en we hebben een reuze lol. Want het barst hier van de gasten in de herberg van Boordevol. Want als de kerstklokjes klingelen van over de rivieren, dan komt gans het volk hier kerstfeest vieren. Er staat me hier een kerstboom met een knipperbol die iedereen wil zien in de herberg van Boordevol.
Ik ben een weeskind en ik sta hier in de kou. Ik ben op blote voeten. Kijk, ze zijn al helemaal blauw. Ja, dat lieve kind wil hier haar pootje baden. Ja, maar ze kan er niet meer bij. We zitten afgeladen. Maar oh, ik heb zo'n honger en ik heb niets gegeten. Ja, mijn kind, we zijn vol. Dat had je kunnen weten. Voor Kerstmis had je al in de zomer moeten boeken. We zitten zonders vol, tot in de verste hoeken. Want het is een nokkie nokkie tjok tjok, tot boven in de kerkklok. Bim bam bom vol, bim bam bom vol. Ja. Het is een nokkie nokkie tjok tjok, tot boven in de kerkklok. Bim bam bom vol, bim bam bom vol. Waar wilt u dan een zwavelstokje van me kopen? Ik ben het hele eind van het weeshuis komen lopen. Zeg, wat denk je, broer? Wil jij nog een zwavelstokkie? Dat kan niet, broer, want we zitten nokkie, 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 nokkie. Ach, nou in de koelkast. Zitten twee Eskimo's. Ja, ja, op de kaasplank. Ligt een Fransoos. Ja, onder de kapstok. Hangt een Indiaan. Hé, je trap gaat. Ik wil op Pakistan. Ja, dat kan toch nog wel een stokje in de krantenbak. Ja, die is toch gereserveerd voor die enorme koelkast.